Raymond Schultz, totalstrength.nl en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de rusttijd tussen de series. En daarvoor ga ik een paar verhaaltjes vertellen om wat punten duidelijk te maken. Toen ik 11 jaar geleden op mijn 16e begon met fitnessen, had ik geen flauw idee hoeveel rusttijd ik moest nemen. Ik zat toen op fitness toestellen en iedereen om mij heen die zat en die wachtte even en die ging vervolgens weer door. En ik had geen flauw idee wat ik moest doen, dus ik ging googlen. Uiteindelijk kwamen er honderden en duizenden verschillende antwoorden uit mijn zoekresultaten, waar ik eigenlijk allemaal niets aan had. Dus ik wil dit punt vandaag even duidelijk maken en een klein voorbeeldje geven waarom je beter zoveel of zoveel rusttijd kan houden. En om dat voorbeeld te versterken, om mijn punt een beetje duidelijk te maken, wil ik een real life voorbeeld hebben. Ik krijg hier regelmatig bootcampers over de vloer die denken van: Raymond, weet je wat, ik ben klaar met dat gebootcamp, ik wil serieus wat bereiken. Ze bellen bij mij aan, ze komen hier voor hun eerste of tweede training en hun beginnen, ik noem maar wat, met bicep curls. Om even als voorbeeld te nemen. En hun voeren die bicep curls uit meestal in een bijzonder snel tempo, omdat ze het gevoel willen hebben dat ze hard trainen en kapot willen gaan. Dus ik leer hem als eerste aan, we gaan gewoon rustig trainen. En vervolgens hebben ze netjes hun 12 herhalingen bijvoorbeeld gedaan. Zetten die dumbbell neer. Ik vraag of er problemen zijn, hoe het voelt, waar ze de spierpijn hebben. Ze hebben 10 seconden rust en vervolgens pakken ze die dumbbell op. En hoppakee, beginnen ze weer met vlammen. De zwaarste manier van trainen is niet altijd de beste manier van trainen. Het gevoel wat jij jezelf geeft, dus ik moet kapot, ik moet zweten, ik moet rammen, ik moet beuken. Dat is een goede instelling, maar dat is geen slimme manier van trainen. Om de simpele reden, wat ik iedereen hier altijd vertel. Ik ga naar een kleine omweg. Ons lichaam draait op ATP. ATP moeten we verbranden, zodat we onze spieren kunnen gebruiken. Oftewel, het is de benzine die je in je auto zou gooien. Wij kunnen plusminus in een gecontroleerd tempo, als je in juist gewicht hebt, 12 herhalingen maken. Die ATP-voorraad die is helemaal leeg. Doordat we zuurstof tekort komen, ga je spieren, je bicep in dit geval, die gaat lekker branden. En hoppakee, jij zet dat gewicht neer omdat je voorraad leeg is. Wat je lichaam gaat doen wanneer jij dat gewicht neerzet, is die voorraad weer aanvullen. En als die voorraad helemaal is aangevuld, dan is het beste moment om weer te gaan vlammen en om die bicep curls er weer uit te gaan knallen. Maar als wij persoon A hebben en die rust 30 seconden, en we hebben persoon B en die rust 60 seconden, en ze willen beide afslanken met behoud van spiermassa, welke van de twee personen zal het meeste resultaat houden? Herhalen. Stel je voor, jij houdt de 30 seconden regel aan. Die ATP-voorraad in je lichaam, dus de benzinevoorraad, dat als wij 30 seconden rusten, is ongeveer 50% aangevuld. Als wij een minuutje rusten, is ongeveer 80-90% weer aangevuld. Hoe meer benzine jij in je lichaam hebt, dus stel je voor, jij hebt 90% benzine in je lichaam, kan je je spier dus ook voor 90% beschadigen. Kan je dus ook voor 90% vooruitgang boeken. Als je dat allemaal maar met 50% van je kunnen zou gaan doen, en je laat net die 2, 3, 4 herhalingen links liggen omdat je te snel bent gestart, ja, je gaat met de ene methode meer kapot, met een korte rusttijd, want je zweet en je kan meer doen in dat uur. En het voelt allemaal veel zwaarder. Maar dat is niet de beste manier, omdat je met de methode B, met de 60 seconden rust, jezelf meer rust gunt en je dus meer gas kan geven tijdens de oefening. Mits je natuurlijk wel het maximale uit die oefening haalt. En dat is nou verschrikkelijk belangrijk om te onthouden. Neem iets langere rusttijd. Het mag minimaal 40 seconden zijn, tot voor sommige mensen soms wel 90 seconden. Dit, even een kleine disclaimer, het gaat overigens niet als we trainen op kracht. Dan hebben we wat langere rusttijd, maar dat zal ik, als jullie dat interessant vinden, nog eens een keer in een andere video uitleggen. En that's it. Voor dit interessante video, neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan vind je nog meer van zulke soort video's. En dan kun je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.